kijkers, mijn naam is Sanne Susdal. Vandaag ben ik bij Fox. En ik kom zo meteen live op tv. Ik dacht, ik ga even stukjes vlog opnemen. Ik zit nu in een kamer. Ze zijn aan het repeteren. En dadelijk kom ik op tv. Samen met andere YouTubers. En ja, ik zie jullie zo. Kijkers, we zijn nu in de studio. Het programma is nu live. Ze zijn nu even ergens anders, dus heb ik tijd om even te praten. En dan kan ik jullie de studio laten zien. Vloggen, dat wordt vooral gebruikt voor humor, parodieën, muziek, sketches. Maar je kunt vloggen natuurlijk ook voor hele serieuze zaken gebruiken. Yo kijkers, mijn naam is Enes Özdal. Ik ben 16 jaar oud en ik maak vlogs vanaf nu. Ik maak niet zomaar vlogs, zoals je kan zien. Ik maak vlogs hoe het leven is met kanker. Want ik heb namelijk een ziekte en dat is medulloblastoom hersentumor. En het is niet zomaar één. Het is er best wel een zeldzame, want 1 op de 100.000 kinderen hier in Nederland hebben dit. Ja, het is best zeldzaam en ik ben toevallig weer die ene. Maar waarom ik begin met vloggen is gewoon omdat ik het jullie wil laten zien. Wat er allemaal gebeurt en wat voor behandelingen ik krijg. Ja, dat is het. Ja, Enes. Dat is best een heftig verhaal. Dit filmpje is volgens mij 4 maanden oud. Ja. Hoe is het nu met je? Ja, het gaat de goede kant op. Ja. Ik moet nog maar 1 chemo moeten gaan en dan is het afgelopen. En ja, alleen maar positiviteit nu. En kan ik je vragen hoe het dan nu ook is met de medulloblastoom? Want die zit dan nog ergens? Wordt die kleiner? Ja, hij is met de operatie helemaal verwijderd. En ik krijg nu chemotherapie, ik heb radiotherapie gehad, zodat het kans klein is dat het terugkomt. En het is gewoon helemaal schoon. Goed nieuws. Ja. Fantastisch. Hey, en waarom ben je gaan vloggen? Ja, ik filmde vroeger met mijn neven. En neefjes al heel vaak, gewoon voor de lol. En dan gingen we dat bewerken. Ja. En ik had ook veel oude kanalen vroeger, gewoon voor de lol dingen filmen, games spelen. En toen werd ik ziek en ik keek veel vlogs van andere YouTubers, van Amerikaanse, van Enzo Knol. En toen dacht ik, waarom zou ik het niet doen? Want hun zijn allemaal hetzelfde, hun dagelijks leven. Maar mijn leven is anders dan die van hun. Dus dacht ik, ja, het is wel originaliteit. Dus. Zeker weten. Ik vind het ook leuk volgens mij, toch? Ja. Ja. En dit filmpje is bekeken door 30.000 mensen, misschien al meer. Je hebt ondertussen 4.000 volgers. Ja. Dat moet heel de band die je met volgers hebt, dat geldt voor jou, Enes, maar dat geldt natuurlijk ook voor jullie. Mm-hmm. Die moet heel bijzonder zijn. Dat... Ja, het mooie is dat je... kijk, wij merken dan heel erg veel dat heel veel kijkers, zeg maar, soms steun zoeken bij ons. In de vorm van brieven sturen en weet ik wat allemaal. En dat vinden wij heel een voorrecht dat wij die positie mogen aannemen. Dat die kijkers ons vertrouwen. En dit is eigenlijk de andere kant op. Dus nu krijg je waarschijnlijk heel veel steun van je kijkers en zo. En dat is het mooie aan YouTube, is dat je... Ja, je maakt de wereld gewoon best wel, kun je het best wel een beetje mooier maken allemaal. Ja. En wat voor reacties krijg jij zoal? Ja, bijna alleen maar positief eigenlijk. Van sterkte, beterschap, het komt goed. En er zijn ook natuurlijk altijd mensen die op je video's gaan haten, maar ja, dat boeit mij eigenlijk. Ja, die moet je vergeten. Je moet lekker het positieve eruit halen. En je kunt er voor mij goed misbruik van maken, want alles wat jij nou roept, dat krijg je voor elkaar. Ja. Zo heb je onlangs in een Ferrari gereden. Laten we eens even kijken. Kijk, prachtige Ferrari, daar zit je ook in. Je mocht helaas zelf niet achter het stuur, want je bent 16. Dat is wel jammer. Ja, jammer. Maar die Ferrari is fantastisch. Hoe was deze dag voor jou? Ja, het was heel leuk. Volgens mij ging het hier nog slechter dan dat het nu gaat. Ja. Maar toch had ik plezier en...
En pik je dat mooi even mee. Ja. Ja. Feyenoord, ook belangrijk voor jou. Ja, daar heb Feyenoord, je ook over, over gevlogd. Vertel eens over Feyenoord, wat is dat voor jou? Ja, Feyenoord is... FC Dordrecht is niet zo goed. Die zijn ook weer gezakt, dus ja. Dichtbij zijn club is Rotterdam Feyenoord. Nou, laat maar eens even kijken. Feyenoord, aan de business, in de business unit. Die weet toch zo, fix ik die shit. Ik fix die shit. Ja, jongen. Jij kunt ook gewoon alles vragen nu, hè? Ik weet niet of je nog bepaalde wens hebt. Ik zou ze nu vooral uitspreken, want dan moeten mensen ze wel inwilligen natuurlijk. Wat wil je nog gaan doen? Ik? Ja, misschien een betere camera of... Ja. Ik ga even met Canon bellen, dat komt volgens mij wel goed. Ja. Dat gaan we even regelen voor je. Dus een betere camera wil je graag hebben. Nog meer dingen? Ja, nee, betere microfoons en misschien een samenwerken betere... met Cinemates? Ja, samen een filmpje maken? Ja, dat is ook altijd leuk. Altijd hoor. Ja. En misschien een betere pc. Ja. Ga even door, Ennis wil graag een huis, een nieuw huis, ook graag. Hey, je hebt een motto en dat motto dat is enjoy life before it's too late. Dat is natuurlijk heel erg letterlijk op jou toegepast. Dat schreeuw je nogal eens uit. Vertel eens wat over dat motto. Ja, het was eigenlijk, het zijn beelden die gewoon mijn neef heeft gefilmd ooit. En dat is dezelfde neef waarmee we ook altijd filmen en zo. En toen heeft hij het in elkaar gezet en een beetje bewerkt. En toen dacht ik van, ja, het is wel een mooie video, die wil ik ook gelijk posten. Toen heb ik er een titel voor bedacht. En dat is die? Ja. Enjoy life before it's too late. Ja. En dus ik hoop nog lang niet too late is voor jou. Ik hoop dat je nog hele mooie dingen gaat maken, mooie ik dingen ook. Gaat meemaken. En ik wil graag een heel groot applaus voor Ennis Özdal, die hier in de studio aanwezig is. Zometeen hebben wij hier in de studio Ponkers. En Ja, dat heeft het ziekenhuis. Ja, nice hoor.
uitspreken. Ik vind het veel beter gesproken dan op een andere vlog. Ja. Toen ook voor ik heb nu mijn tanden gepoetst. Nu 3 minuten in plaats van 2 minuten. Weet je? En juist is het echt iets wat voor mensen interesseert. Ja, zo dat ook. Yo dames en heren, ik ben op dit moment onderweg naar huis. In de tussentijd dat jullie deze video hebben gezien dat die online is, heb ik de DVD ook al binnen. En dan kunnen jullie zien hoe het is gegaan die dag, als jullie het hebben gemist op tv. Ik wil jullie voor nu bedanken voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En laat een comment achter wat je ervan vond. En dan zie ik jullie de volgende keer. Ciao.